Dick, 2-1. Het werd even 1-1, nu toch verloren. Met welk gevoel sta je hier? Met een waardeloos gevoel. Omdat ik vond dat we de wedstrijd in handen hadden. En door eigen toedoen het initiatief weggeven. Ja, dan sta je hier met een slecht gevoel. Nou, de eerste helft was redelijk slordig, niet veel creativiteit. Maar wat heb je tegen ze gezegd in de kleedkamer? Want er kwam een heel ander FC Groningen weer het veld op. Nou, ik denk dat veel te maken heeft gehad met de wisselingen. Waardoor we echt grip op de wedstrijd kregen. Met name de invalbeurt van Duarte en Valente, die was denk ik uitstekend. Alleen ik heb ze net ook gezegd dat ik ons wel... Ik snap niet zo goed, op het moment dat het 1-1 wordt, dan denken we toch dat dat blijkbaar goed is. Dan gaan we niet door. Dan gaan we niet in hetzelfde tempo door, niet met dezelfde discipline in onze veldbezetting. En dat is, vind ik, onverklaarbaar. Maar is er geen mooier gevoel voor een coach dat je een wissel maakt en diegene scoort? Is dat een gouden wissel? Nee, want we hebben die wedstrijd niet gewonnen. Dus dan kun je niet van gouden dingen spreken. Maar dat Luciano er uitstekend in kwam, daar kan geen twijfel over bestaan. En toch Van Veen weer in, na de rust. Hij maakt geen doelpunt, hij heeft een aantal mooie kansen gehad, maar toch maakt hij die niet af. Met wat voor gevoel over hem sta je hier nu? Nou ja, dat hij na de 2-1 echt een open kans krijgt op 2-2. Dus die mag hier wel binnenschieten. Maar ik denk dat hij ook zijn rol naar behoren heeft ingevuld. En het is ook zo dat we weten wat hij kan. En in dit soort situaties waarbij het druk zetten redelijk simpel is, ja, dan kunnen wij hem ook uitstekend gebruiken. En er kwam bij dat Christian niet heel gelukkig in de wedstrijd zat. Dus ook daar geldt dat, denk ik, dat het een redelijk normale en logische wissel was. Want Van Veen maakt zijn kans niet af, maar inderdaad Christian vorige week ook al niet, vandaag ook niet. Hebben jullie een probleem daarvoor in nu? Nou, feit is dat wij niet heel gemakkelijk in onze goals komen. Kijk je naar de kansen, dan hebben we die misschien wel meer gehad dan Cambuur vandaag. Alleen het is zo dat zij die wedstrijd hebben gewonnen. Dus zij waren klinischer, we hebben een aantal dingen niet goed gedaan. En wat mij met name irriteert is dat we gewoon het initiatief weggeven terwijl je dat volledig aan je kant hebt. En ja, dan moet je een tegenstander veel meer pijn doen dan dat wij hebben gedaan. Vorige week waren jullie fel. Deze week dat niet kunnen doorzetten. Hoe ga je dan nu weer verder? Gewoon doorgaan. Dus die wedstrijd weer analyseren. En hoe moeilijk dat ook is. Als je lange tijd niet wint, ja, dan moet je toch weer aan de slag met wat beter moet. En blijven geloven en vertrouwen houden. Dankjewel. Succes.